Je hebt gewonnen! Hoi, ik ben Cesar van Artrocks en ik ben buiten adem, maar dat is niet zonder reden, want we moeten feest vieren. De Rock the House Challenge die wij hebben georganiseerd was echt een ziek succes. Wij vroegen namelijk kunstenaars, mensen die muziek maken, kunnen jullie alsjeblieft vanuit huis muziek maken over een kunstwerk wat jullie inspireert? En we hebben zoveel inzendingen gekregen. Voordat we doorgaan, speciale shout-out naar Linde en Bizou, want zij zijn de allerjongste. Ze zijn de allerjongste inzenders die we gehad hebben en ze hebben dit gemaakt. Kijk hoe mooi dit klinkt. En luister. I wanna touch the stars. I wanna feel the moon. Ja, prachtig dus. Oké, en van al die inzendingen hebben we iets heel moeilijks gedaan. We hebben namelijk een winnaar gekozen. Dat heb ik niet alleen hoeven doen, gelukkig. Dat hebben we gedaan samen met Artrocks. Dat zijn Cas en Esther en ik was erbij. En er was natuurlijk ook nog een jurylid. En dat is Kovacs. Ik ga daar even skypen, dan kan ze er wat meer over zeggen. Kovacs, wat goed dat je er bent. Ja, wat leuk. We gaan straks bekendmaken wie de geldprijs wint en wie de masterclass wint. En dus de winnaar is van de Rock the House Challenge. Maar eerst eventjes, hoe was dit hele juryding voor jou? Ik vond het best wel moeilijk. Er waren echt heel veel goede inzendingen. Heel veel mooie liedjes. Misschien dat jij alvast de nummer 3 van de top 3 kan noemen. De nummer 3 van de top 3 is Bolkeman geworden. Een fijn nummer om bij weg te dromen. Al luisterend naar de Nederlandstalige tekst bevind ik me in het landschap van het schilderij. Wolkeman zingt over een vlierenfluitende fluiter onderweg naar zijn volgende borrel. Kom maar gewoon meteen nummer 2. Nummer 2, wie is er op 2 geëindigd? 2 is Anouk met Verdwenen Kleuren. Wolken verdrinken, alsof het water ze doet zinken. Heel intiem en klein begint Anouk te vertellen over de zee die tegen haar praat. De kleuren die haar alles vertellen over dit mooie schilderij. En haar inspireren tot het schrijven van een erg mooi Nederlandstalig liedje. Dit is dan toch het grote moment, Kovacs. We gaan de winnaar bellen. En dit is grappig. Ik heb gewoon gezegd van, hey, we willen je even interviewen. Je zit misschien in de top 5. Maar de winnaar weet nog niet dat hij gewonnen heeft. En kun je dan eerst, zonder de naam van de winnaar te noemen, gewoon even zeggen waarom deze persoon die we nu aan het bellen zijn, de winnaar is? Ja, ik werd heel erg geboeid door het schilderij en het liedje ondersteunen elkaar. Michael, kun je ons vertellen, dit kunstwerk, hoe ben je er, waar kende je het van? Nou, ik heb het sowieso al eens in het echt gezien, want ik ben best wel fan van Pai Koch, Karel Willink, alles in één adem, zeg maar, dat magisch realisme, dat spreekt me enorm aan. Ik mag het eigenlijk niet vragen, maar waar denk je dat je geëindigd bent? Ik vind de rest ook heel erg goed. Weet je, ik ben nooit zo goed in inschatten wat andere mensen ervan vinden. Dan gaan we dat nu aan je bekendmaken. Zit je er klaar voor, Michael? Ik zit klaar. Beste E-mineur. Je hebt gewonnen. Ja! Ja! Yeah! Oh, wat gaaf, man. Dude, ja man, je wint een masterclass, je wint €250 en je kan jezelf gewoon echt de winnaar noemen van de Rock the House Challenge. We vonden jouw nummer goed omdat het een nummer was wat zowel iets over het kunstwerk wist te zeggen, als waarbij het kunstwerk ook een sfeer kon meegeven aan het nummer. En het versterkt elkaar als je ernaar keek. En ja, ik weet niet hoe ik dat mensen thuis het beste kan uitleggen, dus misschien moeten we er gewoon eventjes naar luisteren. Komt het? Confetti op mijn lens. In september, dan gaat Artrocks echt van start. Dit was een voorproefje op een competitie die we dus later in het jaar gaan doen, waarin jij muziek mag maken over kunst uit deelnemende musea. En dan gaan we zorgen dat er optredens zijn in die musea en er gaat gewoon heel veel vets aan komen. Hou daarvoor onze website in de gaten. Ik kan je als tip geven, luister al die inzendingen terug. Er zit heel veel hele mooie, inspirerende muziek tussen. En als je ook nog eens even op onze website blijft kijken, dan gaan we vanaf binnenkort een nieuwe ambassadeur aankondigen. En dat is een hele flinke naam. Voor nu, tot later.